Goedemorgen allemaal. Een allereerst hele fijne Koningsdag. Toch wel een hele aparte deze. Dat we mogen natuurlijk wel naar buiten, daar hebben we mazzel mee, maar niet de grote feesten. En fijn dat jullie allemaal binnenkomen. Gezellig ook even verbinden met elkaar. En hoe is het met jullie? Ik zag wel iets moois. Ik word altijd heel erg geïnspireerd door Caroline Mace. En zij zei iets wat ik ook vaak tegen mensen zeg. En dat vond ik wel, dat herinnerde me opeens. Dat soms heb je van die momenten dat je eigenlijk er even doorheen zakt. Of je voelt je niet zo lekker. Of noem maar op. Dat je de tijd zet. En dat je bijvoorbeeld een half uurtje per dag al die onrustige gevoelens mag opschrijven, uitspreken of noem maar op. Hè, dat je ze even een stem geeft, dat je eruit uitbrengt. Maar dat je dat wel in dat half uur doet. Het is echt wel een hele goeie hoor, om te doen. Ik ga even starten met kaarten. Dit vind ik dan wel weer leuk. Koningsdag en ik trek deze. Nou, dat is natuurlijk echt een kroon. Het is ook een kroon. Deze hebben we eerder, heb ik deze getrokken. De godin. Haar gouden kroon betekent haar zelfbekrachtiging. En het rood staat voor haar toe-eigening van haar vrouwelijke, seksuele en levensenergie. Voor de vrouwen betekent dit, de godin is hier om je eraan te herinneren dat seksualiteit een belangrijk aspect is van een leven in een vrouwelijk lichaam. Het is net zo belangrijk als alle andere aspecten die jou jou maken. Voor de mannen, er is een sterke vrouwelijke energie om je heen. Begin met deze energie eens nader te beschouwen en te begrijpen. Want zij speelt een belangrijke rol bij het in balans brengen van je mannelijke energie. Dit vind ik wel een hele mooie, dat we net de kroon trekken en daarna heb ik bij de kleuren natuurlijk even oranje. Die heb ik gepakt, die heb ik niet getrokken, die heb ik even gepakt. Oranje, dat is echt wel, want dat heeft namelijk deze twee kaarten hebben met elkaar te maken, omdat seksualiteit en levensenergie ook echt met je tweede chakra te maken heeft met je tweede levensbron. Oranje kan je helpen bij het verbeteren van je spijsvertering, kwalen van je borstkas en nieren. Het helpt je ook bij de behandeling van astma, angst, eenzaamheid, spanning, ontstekingen, verkoudheid en depressie. Oranje verbetert je immuunsysteem, levendigheid en weerstand. Het maakt je ook bewust van je seksuele en creatieve energie. Laat je geluk en vertrouwen toenemen door de zachte oranje stralen. Stel jezelf voor in een bad met een warme, zachte oranje vloeistof. Deze oranje vloeistof ontspant je spieren, ontspant je lichaam en je geest. De oranje vloeistof dringt door tot in je longen en ademhalingssysteem. En verwijdert alle gif, spanning en angst. Het vervult je met veerkrachtige gevoelens, geluk en vertrouwen. Zeg: ik ben een mooi goddelijk wezen dat het verdient om gekoesterd, verzorgd en ondersteund te worden. Ik wil nu graag zorg, vriendelijkheid en zachtheid van anderen en van mezelf ontvangen. Deze is wel leuk hè, deze kaart. Zo mooi. het tweede chakra staat heel erg voor onze levensenergie, onze levenskracht, onze passie, onze seksualiteit, want dat is ook levensenergie. En tegelijkertijd is de keerzijde daarvan schuld. En heel veel schuldgevoelens. En dat is wat ons enorm tegenhoudt ook om helemaal te leven zoals we willen. En ik vind het wel bijzonder dat ik ook die kroon weer trok. En dan moet ik zo denken niet aan het koninklijke wat natuurlijk vandaag heel erg speelt. Hè? De koning of de koningin zijn en de kroon opzetten, maar de god en de godin zijn. Laten we een stapje verder gaan. En
Er zijn meerdere van jullie die echt iedere dag volgen. En ik weet dat je dan ook die processen doorgaat. Ik heb al een paar keer aan jullie gevraagd ook. Weet je, kijk echt in jezelf wat opgeruimd moet worden. En we zitten in een transformatietijd. En eigenlijk ook weer met de kroon en het oranje. Die transformatietijd van het menselijk aspect via het koninklijk aspect in jezelf naar het goddelijk aspect. Dus dat je die stappen, die vind ik eigenlijk wel leuk, want die komen nu. Dat vind ik altijd zo leuk, van dit soort inspiratiedingen. Dus van het menselijke naar het koninklijke. En hoe voelt dat, de kroon opzetten? Hoe voelt dat als je de lagere gevoelens of emoties van jezelf kunt transformeren? Ik zag net iemand die zegt, ik heb weer te veel vuur in me. Dus ik heb weer te veel boosheid. Hoe kun je die transformeren? Eigenlijk alsof je hem omhoog trekt, dat vuur, via je hart naar buiten. Als compassie. Hoe kan je koninklijk zijn? En vervolgens is de stap naar goddelijkheid, naar de godin in jou en naar de God in jou. En dan komen we op nog hogere emoties of graces of vaardigheden van wijsheid, van dingen overzien, van waarheid. Maar het is wel een proces. En wij zitten nu eigenlijk in het proces van menselijk naar goddelijk. Ik heb de laatste dagen een aantal documentaires gezien. De eentje van Michael Moore over het milieu. Hoe we ongelooflijk gefopt worden door het hele idee van groene energie. En om groene energie op te wekken heb je enorm veel fossiele brandstoffen nodig. Dus het gaat echt helemaal nergens over, de statistieken. Maar het is wel interessant om hem eens te kijken. En ook gisteren in tegenlicht op de VPRO over reclame. Bijna propagandisch hoe we moeten blijven kopen als consumers. En nu gaan we van het menselijk naar het goddelijke. En eerst langs het koninklijke. Het proces waarin we ook gaan ontdekken dat we misschien die lagere, de laagste chakra's, angst, schuld en spijt, dat we die mogen gaan transformeren. Dat we die mogen gaan transformeren naar het hart. Hè? Naar het koninklijke in ons hart in ons. Dat we dat mogen transformeren via het hart. Via vergeving. Via zachtheid voor onszelf, voor anderen. Waarin zich dat kan transformeren. Ik weet nog zo goed dat mijn vader overleed en het laatste gesprek dat mijn ouders hadden was over dat er in de ongeziene wereld geen schuld bestaat. En er bestaat daar geen schuld. Hoe heerlijk is dat? Dus start er dan alvast nu mee om al die schuldgevoelens in jou te transformeren. Hoe? Om het omhoog te trekken naar het hart. De angst, de eerste, trek het omhoog naar het hart. Spijt, trek het omhoog naar het hart. En transformeer het met die bijzondere kracht van liefde, van compassie voor jezelf. Dan gaan we naar het goddelijke, de godin in je. Dan gaan we naar de waarheid, de intuïtie en het helder zien en de kosmische verbinding, de wijsheid die dan ontstaat. En ik weet niet of jullie het verschil al kunnen voelen. Terwijl ik erover praat, kan ik het voelen. Kunnen jullie dat verschil al voelen van de onderste drie, waarin we de menselijke emoties en ook de macht en angst en heel veel machtmisbruik komt door angst en schuldgevoelens en manipulatie, onderdrukking. Komt allemaal uit angst. En als je daar zit en je trekt hem omhoog en je brengt hem naar je hart. En in je hart
heb je die bron van liefde. En die is zo belangrijk dat je die zoekt. Want ik weet dat er mensen zijn die bron van liefde niet eens in hun kunnen vinden. En het ook niet hebben geleerd waar die zit. Ze hebben die bron van liefde nooit aandacht gegeven. Dus geef jouw bron van liefde aandacht. Maak hem groter. En voel hoe je dat transformeert. Mooi, het is voelbaar. En dan gaan we nog hoger. Dan gaan we van koninklijk naar goddelijk. Naar de godin of de god in je. En wat gebeurt er dan als je het nog verder omhoog brengt? Wat voel je dan? Ja, dan komt er ontroering. En dit is een belangrijke oefening om eigenlijk heel veel te doen. En als je op een dag en je wordt gegrepen door angst of door vervelende gevoelens of door wat dan ook, geef jezelf even, weet je, plan een tijd in. Plan een tijd in, oké, van 3 tot 3:30 heb ik mijn zeikhalf uurtje, weet je, dus oké. Dan laat ik die zwaardere emoties even aan het woord. Via schrijven. Je kan hem inspreken trouwens. Dat is ook een hele goeie. En als je het dan 10 keer hoort, heb je het hem gehad. Ik heb wel eens als oefening gedaan met mensen. En als ze een zwaar verhaal hadden uit hun verleden. Dat ik zei, oké, weet je, we nemen het op. Ik wil graag je levensverhaal helemaal horen. En dan nam ik het op. En dan zei ik daarna tegen ze... Dan zei ik daarna tegen ze, ja, ik wil dat je dat iedere dag voor 2 weken afluistert. Dus ze moest iedere dag hun levensverhaal, wat ze zelf hadden ingesproken van 1/2 uur, en hun trauma's moesten ze iedere dag afluisteren. En ik moest zo lachen om de reacties van mensen. En dat ze binnen een week al, dat ze ook me mailden of belden. Zeiden, nou, ik word helemaal gek van mijn verhaal. En ik heb het helemaal gehad en het moet weg. En toen zei ik, maar ben je dan klaar om naar de volgende te gaan? Ben je klaar om te ontdekken wat wel allemaal in je aanwezig is? Ja, graag, graag. Weet je, ik wil het echt kwijt. Ik wil hier bovenuit gaan stijgen. Mooi, dat kan. Dus we gaan van het menselijke stuk wat geprogrammeerd is naar het hart, naar het koninklijk stuk in ons. Om het compassie te geven, om het te omarmen, om het te verzachten. En om het te transformeren, niet om iedere keer weer terug te gaan daarnaar. Gebeurt dat? Prima, niks aan de hand, 1/2 uurtje per dag. En waarom, als je het wegdrukt, dan blijft hij ook stiekem terugkomen. Dus laat hem maar even zijn. Kijk ernaar. En op een gegeven moment heb je het gehad daarmee. En dan kan je weer door. En de rest van de dag ook proberen daar niet mee bezig te zijn. En dan gaan we door naar de godin in ons. En de god in ons. En het allerhoogste in ons. En je voelt al dat je hoeft alleen maar daarover te spreken of aandacht te geven en je kunt het voelen. Hoe mooi is dat? En ik wil jullie 3 zinnen voorlezen en die hebben te maken met die onderste chakra's. Wanneer je de angst voor liefde laat vallen, blijft het verlangen om lief te hebben over. Wanneer we onze trots loslaten, ontdekken we onze instinctieve vermogens om anderen te helpen. Wanneer je het idee dat je ergens recht op hebt laat vallen, opent het besef van jouw overvloedige kwaliteit tot delen. En dit zijn dingen waar we echt naartoe moeten, waar we in uitgedaagd moeten. Ik voel ook dat ik denk, jeetje, de eerste domino-steentjes zijn aan het omvallen. Het zijn natuurlijk altijd eerst de mensen die al zo weinig hebben.
die arm zijn, die omvallen. Waar is ons overvloedige delen wat zo mogelijk is? En ik weet dat we ergens een stukje worden klaargestoomd om naar ons koninklijke, dat is wat we nu echt aan het doen zijn, naar de godin en de god in ons. Moet je eens voorstellen als die opstaat in ons, in deze wereld van nu. Moet je eens voorstellen als die opstaat in de wereld van nu, de keuzes die we zouden maken. Gisteren zo simpel wat ik zag op die documentaire, dacht ik, oh natuurlijk, dat je met al die reclame. Wij bepalen welke bedrijven er nog steeds zijn, omdat we het kopen, omdat we het doen, omdat we het consumeren, omdat we ermee bezig zijn. En dat is een bewustwording waar we soms eigenlijk helemaal niet naar willen kijken. Dat is hetzelfde naar het feit dat we dieren nog steeds eten en dat er zoveel dierenleed is. Nee, daar willen we niet naar kijken, daar heb ik geen zin in. Nee, laat maar zoals het is. En toch, als je dan weer die documentaire van Michael Moore ziet en over hoe we gefopt worden over dat milieu. En dat ze gewoon doorgaan, dat nu groene brandstof is nu bomen kappen. En als je bomen kapt en dat verbrandt, krijg je ook brandstof. Ja, het kan niet gekker gewoon. Hoe we dingen verzinnen en het blijft uit naam van geld en meer en een stuk hebzucht en ik. En dat wordt niet gemakkelijk, die transformatie. Want die voelen we allemaal. En ik voel als ik het erover heb al de ongemakkelijkheid in mezelf ontstaan. En dat is nou net waar we inderdaad geen zin in hebben. We hebben geen zin om dat transformatieproces door te gaan. We hebben geen zin om die stappen te maken om in dat goddelijke te komen. We komen er niet zomaar. We gaan van dat menselijk stuk naar het koninklijk stuk, naar het goddelijk stuk in ons. En het is niet 1, 2, 3 gedaan, anders hadden we het al lang gedaan. En dat komt omdat we door dat stukje heen moeten van transformatie. En dat je denkt, oh, daar heb ik geen zin in. Weet je wat, daar kijk ik liever ook niet naar. Nee, daar kijk ik ook niet naar. Ik doe net alsof alles oké is. En toch in ons ook. En nu, in deze tijd, voel je dat het niet meer gaat. Alsof het zich opdringt aan ons. En via allerlei kanalen. En wat is nou zo mooi vandaag, dat we dat hart gebruiken, het koninklijke, het hart gebruiken en ook het oranje van je levensenergie, van je passie, van je creativiteit, dat je dat groter laat worden in je, dat je dat hart groter laat worden. En tegelijkertijd wat zo mooi is, vanuit dat hart, hè, dus de poort, gaan we naar boven. Vanuit dat stuk kun je altijd om hulp vragen. Je moet het wel vragen. En niet denken, ach laat maar, weet je wat, ik kijk niet. Of het treft mij niet. We zullen er doorheen gaan, we zullen er doorheen moeten. En het is zo mooi als je er doorheen gaat. En het is ook zo ongemakkelijk als je er doorheen gaat. En het is ook zo, ugh, en wat kan ik dan doen? En allerlei dingen. En dat is oké. Want dat hart van ons is zo ongelooflijk sterk. Ik heb daar een heel mooi gedicht in Hemeltaal van. Maar ik weet niet of ik die hier heb staan. Nee. Die krijgen jullie van mij. Die zal ik erop zetten. Over hoe sterk is je hart. En als het zich afsluit, en ik weet niet of jullie gisteren erbij waren op de zondag, als je je hart afsluit, dan wordt het ingewikkeld. En nu begrijp ik het, omdat het hart hetgene is wat onze grote transformatiemotor is. Ik hoop dat jullie hem ook snappen. En ik hoop dat jullie hem voelen.
En al deze filmpjes kun je allemaal nog kijken op mijn YouTube-kanaal. Ik hoor al een paar mensen die zeggen: ik ga er nog een keertje doorheen. Omdat het eigenlijk zo opbouwt en je steeds bewuster maakt van dingen. En nu hier direct hierna komt Laura met een meditatie. En ik weet zeker dat die weer fantastisch gaat worden en helemaal op dit proces. En waarschijnlijk met jullie het hele proces door. Van menselijk naar koninklijk naar goddelijk. Dat is echt wat we zijn. Dat is echt waar we naar terug gaan. Dat is echt wat we gaan doen. En ik zie jullie morgen. En ik wens jullie een hele fijne dag. En als je nu je wentelt in oranje. Ik heb gezien dat ik helemaal niets oranje heb. Maar als je wentelt in het oranje. Ja, voel dan het koninklijke in je. En maar voel ook. Je passie en voel ook je creativiteit en voel ook naar waar je naartoe gaat groeien. Dank jullie wel. Een hele fijne dag. En ik zie jullie morgen.